uitgenietjes dan op het kerkhof. En hij staat hier naar het graf aan het kijken van zijn oma. Dus hier staan we dan. Dus, er zijn heel veel mooie bloemetjes op, zoals je kan zien. Dus, we hebben geen bloemetje bij. Maar het is echt wel super slecht weer. Het is echt goed te doen. We zijn echt helemaal uitgerekend. Kijk naar onze broeken en zo. Het is echt heel slecht weer. Het is niet te doen. Het is echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk slecht weer. Dat is echt niet te doen. Dat is echt op je top. Maar ja, je kunt er niet veel aan doen als het regent. Hè? Het is trouwens vandaag allerheilige. Dus ja, het is daarmee dat we hier ook staan. Namelijk. Dus hij houdt zich heel goed vast. We zijn nog eens een keertje op bezoek, mama. Hier is jouw kleinzoon. Ben je blij bent dat je hem nog eens kunt zien? Is al flink gegroeid. Ik heb al wat stappen, maar we zijn echt wel super nat. Dus ja, ik heb geen buggietje of zo. Dat is alleen maar via de fietskar. Dus we gaan nu terug. Dat is ook al nodig. De laatste tijd flaas ik ook al vaak de dingen erop. Dus de lives. We komen nog eens een keer te last met bloemetjes en kaarsjes. Hij is ook heel goed nat. Zo'n kleine vriend. Zo. We moeten door en zo. We kwamen van dat wit gebouw daar. Dus er zijn te veel andere mensen erbij. Maar ik ben echt kletternat. Mijn broek zakt echt letterlijk van mijn gat af. Dus kun je zeggen, had je geen paraplu? Ja, ik had een paraplu. Maar ik ben die vergeten thuis. Dus daarom. Nu is het opgetrekt, nu gaat de zon schijnen. Hè? Het is echt kerkhof weer. Niet normaal. Het is echt nat. Dat is zo, daar kun je niets aan veranderen. Het weer heb je niet mee. Maar dat weet dat er ook bijna gaat aankomen. Niet normaal. We gaan terug naar de fiets. Dus en dan gaat hij naar zijn ouders. Maar ik vond het heel belangrijk om toch eens te komen kijken en zien wat daar rijdig is. Omdat er veel mensen op het kerkhof zijn dan. Totaal niet. Maar gewoon het feit dat er... Ik vind hem ook een beetje naar beneden dat er niemand op zat. Gewoon puur. Omdat je toch... Ja, ik kom bijna elke maand twee keer langs. Dus. Maar nu dat hij bij mij was, wou ik dat ook wel eens een keer te doen. Had ik nog nooit gedaan met hem trouwens. Met een attractiepark of zo te doen. Totaal niet. Maar het is gewoon. Je ziet hoe hij zou reageren. Dat we hem ook vaak de grond kussen. Auw, dat was zijn vinger. We lopen weer door. Dus. Op het zeker stond dat het tot 4 uur open was. Kerkhof, ik denk dat hij wel lang open is als er een vee. Allee, als mensen naar het kerkhof komen en zo'n ding allemaal. Op het nieuws zie je dat heel vaak, dat vind ik altijd zo heel, ja, dat ze dan u ondervragen en met je bloemetje komen plaatsen, wanneer nog veel erger dan gewoon is filmen met de vlogcamera. Dus, maar dat is echt, mensen gaan storen in hun rust, dit is iets anders. Hè? Oma gezien, hè? Dat oma is al in dat kistje, hè? Je moet dat uitleggen aan een kind van 2, die begrijpt dat nog niet, hè? Die weet ook wel, oma is er niet meer, maar... Voor de rest begrijp je dat allemaal niet, hè? Totaal niet, hè? Die heeft niet zo van, waar is oma nu? Hè? Dus, dat is zo, hè? Ik had gisteren trouwens ook een video gemaakt op TikTok met hem. Hij had een masker op. Mensen dachten, kindermishandeling. Maar daar is niet kindermishandeling aan, gewoon zijn armpjes bewegen. Wie heeft dat nog niet gedaan met zijn kind? Gedanst en zo. Ik weet dat er al veel mensen dat gedaan hebben. En zo. En die loopt er naast mij. De hele tijd. Nee? Moet het naast mij lopen, hè? Ja.
kunnen vragen. Er komen nog mensen af, dus we hebben nog tijd. Als er mensen zien, als ik op plaats ben, dat ik weet dat die ver gaan sluiten en ik zie nog mensen wandelen richting hun plaatsen, dan denk ik, we hebben nog tijd om daar naartoe te gaan. Dan neem ik ook een tijd, maar als ik ergens mensen niet zie wandelen, dan denk ik, we moeten echt op plaats zijn. Dan denk ik, is hij vast? Dus hier staat hem. Echt helemaal nat. Niet normaal. En hij is ook helemaal nat. En het uitzicht. Hier heb je mensen dus nog niet. Ik zie die bomen, dat het een persoon is, dat kan. Dat is niet. Stappen is vermoeiend, hè. Is dat nog niet zo gewoon om te stappen? Kijk, rust even uit. En deze pak, rust even uit. Ja. Het is helemaal nat, zodat je kunt zien. Helemaal nat. We zijn bijna terug thuis. Dus, dit hier zo'n uitstrooiding is. Nu op hij zo. De hele tijd met Peter mee. Het is een beetje moeilijk, maar we moeten toch een beetje hard stappen. We gaan ondertussen al terug te regenen. Ja. Het is met vallen en opstaan dat we het leren gaan. Er is dus een regenboog tevoorschijn gekomen. Wel tof, vind ik altijd als er een regenboog is. Hier is een regenboog. Prachtig, prachtig. Altijd heel mooi. Dus omdat het nu weer regent en goed weer is, maar schoon, wauw, echt. Hij is nu helemaal in zijn knapst. Het is stil met een S. Helemaal daar. Wauw. Prachtig.